Goedemorgen, Heer, laat mij voor uw altaar komen. Heer, laat mij voor uw altaar komen. Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd. Heer, reken mij onder uw vromen. Onder uw hoede is mijn ziel verheugd. Heer, laat mij voor uw altaar komen. Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd. Zend mij uw licht, het zal mij tonen. De witte heuvel waar uw tempel staat. Ik wil er binnen gaan, er wonen. En voor uw altaar staan, voor uw gelaat. Heer, laat mij voor uw altaar komen. Gij die mijn blijdschap zijt. Vanaf mijn jeugd. Ik zal u lof zingen op snaren en bijna droevig zijn bij dit geruis. En denken aan mijn kinderjaren, toen ik verheugd was in mijn vaders huis. Heer, laat mij voor uw altaar komen. Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom en voor u allen genade en vrede. Ook vandaag zijn wij hier weer samengekomen rond Jezus. In woord en daad liet Hij ons God kennen. God die is eer voor mensen. Bemin uw naaste als uzelf, want ik, uw God, ben heilig. God staat achter iedere mens, achter vriend en vreemde. God dienen kunnen wij, maar door ook onze naaste te dienen, zonder grens of beperking. Zusters en broeders, beleiden wij onze zonden. Bekennen wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Heer, Gij houdt van alle mensen. En ieder van ons vraagt Gij om mens te zijn naar uw beeld. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u. Christus, Gij wist U speciaal gezonden tot armen en zieken. Maak ons gevoelig voor wie onze hulp nodig hebben. Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, Gij inspireert ons tot goedheid en dienstbaarheid. Help ons om heel open te zijn in onze aandacht en zorg
voor mensen op onze levensweg. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Mogen die almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Domine Filii, unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Laat ons bidden. Eeuwige God, omdat Gij ons aller Vader zijt, zullen wij allen broeders en zusters van elkaar. Open ons voor ieder die Gij ons als naaste geeft. En laat ons steeds opnieuw leren van de goedheid die in Jezus was, uw Zoon en onze Heer, die met u en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit het boek Leviticus. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht, dan maakt je u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer. Woord van de Heer.
nummer 9. Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, weet gij dan niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbij gaat, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En elders, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn. Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen, want alles is het uwe, of het nu Paulus is, of Apollos, of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar gij zijt van Christus. En Christus is van God.
woord van de Heer. Het recht staan voor het evangelie. Alleluia, alleluia. In hem is waarlijk Gods liefde volkomen. Alleluia, alleluia. Het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht. Maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. Geeft aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen mocht worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Alleluia, alleluia. Zusters en broeders, voor mijn verjaardag heb ik van mijn vrienden een mooie cadeau gekregen. Die dingetje hier. En dat is zo mooi, omdat ik kan vaststellen hoeveel stappen moet ik doen elke dag. 10.000, dat staat erop. En ik controleer nu, als ik weinig dan 10.000 heb gestapeld, ik zeg, Usha, je moet nog meer bewegen doen.
Vroeger misschien dat ik zomaar u was niet van bewust en nu wel. Ja, het evangelie van vandaag is zoals die dingetje voor ons. We hebben in de laatste zondagen gehoord, wij zijn geroepen om zalig te zijn. Wij zijn geroepen om zout en licht van de wereld te zijn. Wij zijn geroepen om de wet een beetje verder te zetten. Niet alleen wat geschreven staat, maar nog een stapje verder. Niet alleen 10.000, maar misschien 10.001 of 2 of 10.100. En vandaag is de pijl een beetje hoger vastgesteld. Wij zijn christenen, kinderen van God, tempels van de Heilige Geest, zoals de heilige apostel St. Paulus heeft ons gezegd. Maar hoe doen wij om dat aan de andere mensen te laten zien, om onze doelstelling te verrijken? Ja, geen haat in ons hart. En dat is een beetje niet moeilijk, maar uitdagend. Omdat we moeten leren hoe kunnen wij aan de anderen vergeving schenken. Niet denken, hé, die persoon heeft mij zo kwaad gedaan of gemaakt. En dan ik zal hetzelfde doen of misschien een beetje verder. Dat niet. Dan moeten we een beetje minder stappen maken. Zoveel stappen naar de liefde. Wij zijn geroepen ook om vrijgevig te zijn. Niet alleen wat het nodig is, maar een beetje verder, een beetje meer. Maar ja, soms denken we, ja, maar de mensen gaan mij nemen als een beetje stom. Dat gaan de mensen van mij profiteren, altijd gaan de mensen naar mij komen om iets te vragen. En op zekere moment zijn we een beetje bang. Oh nee, dat mag niet, dat mag niet. Dus, maar het evangelie vraagt ons een stapje verder te zetten. Een beetje vrijgevig te zijn. En dan komt de grote. Beminnen. Wie bemint niet als aan iemand anders die jij bemint? Als de mensen goed voor jou zijn, je zelfs vol verplicht om goed voor de anderen te zijn. En wat met die geen goede voor u zijn? Wat voor bijvoorbeeld, wat zal gebeuren met die collega op school, in het werk of ergens anders, die altijd het moeilijk maakt? Wat moet ik doen? Het evangelie van vandaag zegt, hij zei, je moet beminnen, zonder denken, bidden voor haar. Misschien, dat is een stapje verder, moet je in de schoenen van iemand anders stappen en denken, je weet niet het verhaal van die persoon, je weet niet waarom die persoon zo doet, maar ik ga voor hem of haar bidden. Ik zal proberen aan die persoon tonen, dat een ander verhaal mogelijk is. Dus op zo'n manier zijn wij volmaakt als ons God onze Vader is. Op deze manier zijn wij beeld en gelijkenis van God. Ja, mensen kunnen zeggen, Vader, maar Pater, maar dat is moeilijk. Kijk rondom. Ik ben zeker van één ding. Tussen ons zitten er mensen die zonder veel woorden zo doen. Mensen die altijd thuis een extra bord klaarzetten voor de man of de persoon die misschien zal komen. Mensen die altijd klaar zijn om te helpen. Mensen die altijd bereid zijn om de anderen te vergeven. En om af te ronden en niet meer dan 5 minuten te preken. Ik ga een verhaaltje vertellen. Misschien heb ik al in de 6e minuut.
Ja. Ik was tijdens mijn stage in Medellín, in de stad van Colombia. En daar was veel geweld geweest. En ik ging een familie bezoeken. En zij hadden een zoon die vermoord werd. En rondom de vrienden van de familie zeiden altijd, ja, we moeten iets doen. We moeten de moordenaars vinden en hem laten hun beloning betalen. Dat mag niet. Hun beloning geven, dat mag niet. En de moeder van de man zei, ja, nee. Wat gaan we doen is, we gaan voor hen bidden. We moeten dat geweld in ons straat moeten op een of op andere manier stoppen. En wij gaan dat stoppen met bidden. Dus, broeders en zusters, de pijl is uitdagend, niet moeilijk. Is daar. En Jezus heeft ons een goede voorbeeld gegeven. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde. Verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Denken aan de mensen om ons heen, die allen onze naasten zijn, bidden wij tot God, onze Vader. Voor de mensen die vergeten worden, voor wie zonder aanzien zijn en miskend worden, voor armen en uitgestotenen, voor alle mensen aan de rand. Laten wij bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Voor de velen die ook vandaag moeten leven in oorlogsgebied, voor de gekwetste en gebroken slachtoffers, voor hen die op de vlucht zijn of verweest achterblijven. Laten wij bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Voor mensen die elkaar niet verstaan, voor wie lijden onder tweedracht, voor wie niet kunnen vergeten en vergeven, voor allen die vruchteloos zoeken naar geborgenheid. Laten wij bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Voor de mensen naast ons, familieleden, vrienden, buren, voor hen van wie wij houden, en voor hen die ons vreemd blijven. Voor allen die rekenen op onze steun en op ons gebed. Laten wij bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. En we bidden voor onze zieken, voor onze overledenen, weg van ons, maar dicht bij God. Laten wij bidden. God onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. God, laat uw mensen niet los. Zij hebben u nodig om elkaar te verstaan en in vrede en eenheid te leven.
En schenk u daartoe uw geest, de geest van Jezus Christus, uw Zoon. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de barmhartige Vader. Laat ons bidden. God, in brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon. U was er voor de mensen op zijn weg. En gaf zichzelf aan vriend en vreemde tot het einde toe. Laat ons, die hier in zijn naam samen zijn, hem volgen. Dat ook voor ons ieder ander heilige mag zijn. Omdat gij heilig zijt, onze God in eeuwigheid. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, barmhartige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwige geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank
En met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u. Hij bracht het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. Dankte u opnieuw en rekte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van een nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerste geboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Franciscus, onze bisschop Jozef, en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven.
dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven, in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komt, uw wil geschieden op aarde en zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gestuurd door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, ik heb aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons een. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wens elkaar de vrede. Wegneemt de zonden der wereld. Ontfer u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontfer u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zal ik zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer? Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je het komt. Ik ga mijn bloed van Christus wel in ons eeuwig leven.
Vrucht voor de armen en eer aan de heilige Bernadette. Lied nummer 5. Vrucht voor de armen, eer aan Bernadette. In waarheid leefde zij naar het evangelie, bemind, liefde alleen volstaat. Vrucht voor de armen, eer aan Bernadette. In waarheid leefde zij naar het evangelie, bemind, liefde alleen volstaat. Bernadette, jij zijt op de weg naar de hemel ons voorgegaan. Maria heeft het ons gezegd en spreekt in naam van God ons ook aan. Vrucht voor de armen, eer aan Bernadette. In waarheid leefde zij naar het evangelie, bemind, liefde alleen volstaat. Bernadette, de heilige macht die aan u verscheen in de grot, zij bidt en boet en heeft gevraagd: doet boete en bekeert u tot God. Vrucht voor de armen, eer aan Bernadette. In waarheid leefde zij naar het evangelie, bemind, liefde alleen volstaat. Laten wij naar uw voorbeeld nu ook vol vergeving door het leven gaan. Geen oog om oog, geen tand om tand, maar leven naar de liefde van God. Vrucht voor de armen, eer aan Bernadette. In waarheid leefde zij naar het evangelie, bemind, liefde alleen volstaat. Laat ons bidden. Heilige God, wij zijn beperkt in onze mogelijkheden. En de rijkwijde van onze goedheid is niet al te groot. Daarom bevelen wij allen bij u aan dat gij ons al onze naasten gegeven hebt. Draag zorg voor hen en kom ons te hulp. Laat ons goede en open mensen zijn die leven in de geest van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Beste mensen, vanaf volgende woensdag, als woensdag, gaan we weer op weg naar Pasen. We nemen onze vreugde en we nemen ons verdriet mee in die 40 dagen tijd. Als woensdag vieren we hier in de kerk om 11 uur 's ochtends. Het is geen viering om 9 uur, maar wel om 11 uur 's ochtends. En het is natuurlijk ook vakantie, dus we zouden het heel fijn vinden
mocht u kinderen en kleinkinderen meebrengen naar de viering. Als woensdag, nu woensdag om 11:00. En zondag is het al 1 maart en dan hebben we hier de Missa Lovaniensis, de mis in het Leuvens, opgedragen met de jaarzangers die natuurlijk komen zingen. Volgende zondag om 10:00. En in het weekend van 7 en 8 maart, in het weekend van dat we de restauratie vieren, want u heeft zonder twijfel al rondgekeken, het is prachtig geworden. Mensen die hier al jaren komen weten hoe lang het geduurd heeft en in welke fases en waar we overal in deze ruimte eucharistievering gevierd hebben. Maar nu lijkt het alsof we in een nieuwe hemel zijn geboren. Onze kerk, als het ware. Ze schittert, ze straalt. En we gaan dat in het weekend van 7 en 8 maart bijzonder vieren. In de gewone vieringen van zaterdagavond, zondagochtend en zondagavond. Maar we gaan het dan wat extra feestelijk maken. En ik ben er zeker van dat u er dan ook zult bij zijn. De Heer zal bij u zijn. Zegene ons de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga nu al en heen in vrede. Goeie zondag voor iedereen. Dank u wel, Pater. Missa